Ik ben Marco Berg, werkzaam bij de Vermeulengroep, al bijna 20 jaar en verantwoordelijk voor de afdeling GWW als projectleider zijnde. Op een gegeven moment krijgen wij steeds meer uitvragen vanuit opdrachtgevers om ook milieubewust bezig te zijn. Er zijn ook werken waar punten opgegeven worden, waar je op afgerekend wordt. Op dat punt zijn we gaan kijken hoe kunnen we daar beter mee omgaan en hoe kunnen wij daar ook mee in de toekomst. De minigraven was aan een vervanging toe. Toen hebben we gekeken van nou, kunnen we dat elektrisch gaan doen of niet. En uiteindelijk hebben we daar een keuze in gemaakt. In het voorgaande traject hebben we verschillende modellen en types geprobeerd. En de dag dat we hem als proef hadden, kwam eigenlijk heel goed uit de verf. Ik ben gewoon heel dik tevreden over die kraan. En ik had eigenlijk gedacht dat ik het niet zou redden de hele dagen, maar dat is absoluut wel zo. Want ik neem hem s'avonds ook vaak mee, dan staat hij 3 uurtjes zonder stroom. En dan ken ik weer. Maar hij draait gewoon 8 uur vol. Makkelijk. Ja, er moet iets veranderen. Ja. En als je daar een steentje aan kan bijdragen, dat is hartstikke mooi om het op 10 minuten te doen. En de machinist is ook echt tevreden. Die wil niet meer terug, zegt hij. En je moet er eventjes aan wennen, maar op een gegeven moment ben je eraan gewend en dan zeg je ook wil nooit meer anders. Ik hoef geen diesel meer, echt niet. En zeker met dit werk, want je gooit hem stil. Hij valt stil en het is gewoon klaar. Dat ding is zo doordacht. Dat zie ik overal aan. Dat hebben die andere kraantjes ook niet hoor. Deze is echt heel ver met ontwikkeling, dat kun je overal aan zien. Want we zijn nu ruim een half jaar verder en 750 uren verder. Hij zegt, voor mij, het is onbegrijpelijk hoe het kan. Hij zegt maar, de effectiviteit van de hydrauliek, de manier van werken met die kraan. Hij zegt, ik vind het iedere dag een feest. Nou, daar doe je het voor.